Is het dan lekker na zo'n interlandperiode om met zo'n wedstrijd te beginnen? Nou, de belangen zijn groot en met een derby wordt die nog groter. Dus dan weet je in ieder geval waar we toe zijn. Ik zie je net de ballen opruimen. Is dat nou de oplossing om NAC weer een keer te laten winnen? Als het daar aan zou liggen, dan ruimen we iedere dag die bal op. Ja, we hebben nog wat extra gedaan met de jongens. En dan doen we elkaar ook een keer helpen. Hoe was het de afgelopen interlandperiode? Dan is het natuurlijk allemaal wel rustiger. Je hebt wat meer tijd om te trainen. Merk je dat dat goed was voor de groep? Ja, zeker na bewogen weken. Alleen je hebt geen resultaat daarna. Dus dan is de eerste teleurstelling natuurlijk erg groot. Dan gaan er een aantal jongens weg vanwege interlandverplichtingen. En dan kijken we ook hoe de blessures ervoor staan. Spelen we een wedstrijd, de belofte spelen. Nou, dan gaat iedereen voor een aantal dagen even weg. En dan hopen we in ieder geval dat we mentaal weer fris zijn op de starten. Want het is, in het begin van de week is het altijd prima. Maar naarmate die wedstrijd dichterbij komt, dan neemt de druk toe, de spanning neemt toe. Probeer zoveel mogelijk weg te nemen. En dan hoop ik in ieder geval dat we mentaal in ieder geval fris in het hoofd zijn om die wedstrijd te spelen. Je noemt net, je kijkt hoe dat met de geblesseerd is. Hoe staat het daarmee? Want volgens mij is Castaneer niet helemaal fris teruggekomen vanuit Curaçao. Nou, die is wel fris teruggekomen, maar die heeft een vervelend duel gehad. Ik meen dinsdag. Dus dan moeten we kijken hoe die ervoor staat. Hij heeft niet getraind, dus dat zal te kort dag zijn om beschikbaar te zijn voor aanstaande zondag. En verder, welke spelers zijn er niet bij? Er zijn een aantal jongens die hebben kleine pijntjes. Dus ze hebben vandaag apart getraind. Sommigen hebben wel meegedaan en die zullen waarschijnlijk morgen weer bij zijn. Wat merk jij van heel de derby? Het is natuurlijk altijd beladen, zo'n wedstrijd. Wat merk jij er zelf van als jij door de stad loopt of als mensen jou aanspreken? Nou, het houdt de mensen bezig. Alleen bij ons zit er nog een extra beladen druk op dat we ook een keer moeten gaan winnen. Dat we resultaat moeten pakken. Nou, dat is natuurlijk tweeledig. Die wedstrijd leeft, dat merk je in alles. Daar word je ook op aangesproken. En los daarvan heb je natuurlijk ook de situatie in de competitie. Dus dat is voor ons het allerbelangrijkste. En wat ik net al aangaf, dan is zo'n duel nog extra beladen als je tegen Willem II speelt. Denk je dat jouw ploeg het ook echt nodig heeft om 3 punten te pakken om uit het dal te komen? Of kan een goede wedstrijd spelen ook genoeg zijn? Nou, moraal alleen heb je niks. Je hebt resultaat nodig, je hebt punten nodig, het liefst 3 punten. Dat zal lastig genoeg zijn tegen Willem II, wat ik een goede ploeg vind. Zeker de voorwaartse lijn is goed, veel scorend vermogen. Maar het moraal is leuk. Dat heb je naar PSV gekregen. Alleen na 2 dagen dan merk je er weinig meer van. En je hebt resultaat nodig en dat is het enige wat telt. Jullie hebben natuurlijk de supporters zoals elke week hard nodig. Dan wordt de wedstrijd om 11:45 gespeeld. Daar is nogal wat kritiek op. Wat vind jij er zelf van, zo'n vroege wedstrijd? Nou, zo'n wedstrijd zelf is meer een avondwedstrijd natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn, zeker bij ons thuis, avondje nacht. Dus dat mogen duijk zijn. Alleen hij is gepland op zondag om 11:45. Ja, daar moeten we mee handelen. Het is niet de meest ideale, maar goed, hij staat er eenmaal. En dan moeten we ook in combinatie met de supporters daar zo goed mogelijk voor zorgen dat we resultaat gaan boeken.